Maar dit is je 100ste wedstrijd als coach, dan verwacht je een mooi cadeau. Dat is het niet geworden helaas. Nee, het was saai. Hele vlakke wedstrijd, tegenstander die het heel, heel klein en heel compact maakt. Ik vond ons tot eigenlijk de laatste 30 meter van de goal vrij goed voetballen, verzorgd naar voren. Maar in de eindfase brachten we gewoon veel te weinig kwaliteit. Ja, ligt dat dan aan het compacte spel van PSV of kunnen wij toch gewoon niet brengen wat nodig is om deze ploeg te verslaan? Nou, allebei denk ik. PSV had goed voor elkaar, die zit ook in een goede fase. Die wordt twee wedstrijden gewonnen, dus die zit in best een aardige fase. Je ziet ook dat je gewoon moeite hebt in de kleine ruimtes, omdat met name een aantal jongens wat minder waren in de wedstrijd. En dan hebben we net te weinig creativiteit voorop om het laatste stukje te creëren. Ja, en het is met name aanvallend de laatste weken heel moeizaam. Heb je daar een verklaring voor? Nee, dus ik vind het moeilijk. Ik speel vandaag met Thomasson. Nou, die kreeg niet zoveel goede ballen. We wilden vooral in de eindfase doorkomen via de zijkant. Nou, dat lukte met name bij Brendan vrij aardig. Van Siebe voor zijn doen een mindere wedstrijd spelen. En dan ontbrak net de paas. De eerste helft kwam wel twee keer goed door met voor mij met Joël. Twee keer goede kopkansen. Maar over het algemeen te weinig. Ja, dat is moeilijk te verklaren. Positief is dan weer wel dat achterin de nul gaat. Ja, ik vond wel dat we geconcentreerd gespeeld hebben. Prima inzet. Opbouw van achteruit. Via het middenveld. Bruin zat er goed in. Dus dat was allemaal prima. Maar dan speel je bijvoorbeeld Julian Baas vrij of Reuven Niemeyer vrij in die eindfase. Ja, en dan moet er een kwaliteitspaas komen naar de spitsen toe. Ja, en die ontbrak vaak. Ja, wat stond overheersende gevoel na vanavond? Ja, een beetje dubbel. Dat was saai. Ook veel goede dingen gezien. Aan de andere kant, ik kan me ook niet herinneren dat we bijna zo weinig gecreëerd hebben. Dus dat is voor ons wel zeldzaam, vind ik. Ja, dan staat er heel snel de volgende wedstrijd op het programma tegen de koploper. Dat maakt misschien wel iets extra's los bij de ploeg? Ja, vaak zien we dan wel wat beter spelen tegen de betere ploegen. Omdat je zelf ook wat meer ruimte krijgt om te voetballen. Vandaag was de ruimte natuurlijk heel beperkt. Nou, Cambuur speelt aanvallend, zet hoog druk. Dus in die zin, thuis deden we dat eigenlijk heel goed. We hadden eigenlijk al onze statistieken in ons voordeel. Behalve de belangrijkste. Dus dat betreft, hebben die vandaag wel weer gewonnen, zag ik. Maar het is wel een hele leuke wedstrijd om te spelen.